Maar ik hoorde gisteren ineens dat je je kan solliciteren als politieagent, want er was weer een plekje over. En ik wil gewoon gaan voor een heel hoge positie in de politie. Ik wil echt gaan voor chef en uiteindelijk is inderdaad de baas van de FBI. Yo, wat up, kijkers van mijn kanaal, van de Rotjog. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjog. En welkom weer terug in het prachtige Mindtopia. En ik sta in mijn oh zo mooie club, terwijl ik zojuist 2750 euro gekregen heb. En jongen, het is nog steeds fucking koud in Mindtopia. Hey, ik kan het water in. Oké, top. In ieder geval, het is super koud in Mindtopia. Alles is steeds bevroren, af en toe sneeuwt het. En het is best wel druk op de straat, steeds meer kerstmutsjes. En het is gewoon één en al gezellige boel op het moment in Mindtopia. Want over 2 weken, ongeveer 3 weken, komt inderdaad hetgene uit wat jullie allemaal op gewacht hebben. Een openbare Mindtopia server, oftewel deze server zelf, waar jullie uiteindelijk zelfs in Mindtopia kunnen belanden. De meeste van jullie zullen natuurlijk gaan beginnen in Qtraxia, het allereerste stadje. En uiteindelijk na een paar weken, een paar dagen spelen, komen jullie ongeveer uit in de volgende steden. Zoals Cosmopolitan natuurlijk en Heretopia volgens mij heten. Dat soort steden komen jullie natuurlijk allemaal uit. Maar uiteindelijk, als je het heel goed doet, kom je uitkomen in Mindtopia. Maar, elke stad krijgt ook zo zijn eigen jurisdictie, eigen plek, eigenlijk eigen gemeente, eigen burgemeester, eigen politieafdeling en zelfs, er is één grote stad, dat is Cosmopolitan, dus eigenlijk de hoofdstad van alle steden bij elkaar. Daar komt natuurlijk eigenlijk het parlement zitten, als in alle bekende, alle bazen, de Tweede Kamer komt eigenlijk daar te zitten, om makkelijk uit te leggen. En daar wil ik zelf bij zien te komen. David wil er naartoe gaan natuurlijk, want dan heb je ongelooflijk veel macht als je daar zit en je bent gewoon een heel belangrijk persoon. Op natuurlijk de server, inderdaad, op gewoon in Mindtopia, in de wereld. En ik wil er ook zitten. Maar daarvoor moest ik het volgende hebben. Daar is me voor gewaarschuwd. Je moet een goed cv hebben. Want eigenlijk, op de kaart, ben ik eigenlijk niks. Ik ben een zakenmannetje, maar wat heb je nou echt bereikt verder? Als in, wat voor belangrijks heb je gedaan voor de stad? Nee, eigenlijk niks, behalve eten verzorgen, gewoon mijn eigen winkeltje. Ik heb niks gedaan voor de burgers. Hebben jullie vorige keer gezien dat ik aan het werk ben als medewerker, eigenlijk de manager van de bank, met Duffy heb ik afgesproken dat ik daar kan werken. Dus ik ben ook eigenaar van de bank eigenlijk, een manager. Dat is super chill. Maar mijn ambitie is toch echt iets te gaan doen met beveiliging. Want ik wil heel graag dat de stad beter wordt. Natuurlijk, beter wordt. En ik wil gewoon een politieagent zijn. Dat wil ik al heel lang. De vorige keer had ik helaas niet kunnen solliciteren omdat ik bezig was met andere zaken. Maar ik hoorde gisteren ineens dat je je kan solliciteren als politieagent, want er was weer een plekje over. En dat vond ik super chill. Dat vond ik echt super chill. Aangezien ik dat heel graag wil worden. En zeker inderdaad hoger wil komen. Dus inderdaad uiteindelijk misschien wel bij de FBI. Of de baas wil worden van de FBI. Dat zou ik super chill vinden. En dat wil ik gewoon gaan doen. Heb ik om 3 uur zo meteen een gesprek. Want ik heb gisteren gesolliciteerd. En ik heb 3 uur een gesprek bij het politiebureau. Dus ik zou met beginnen te lopen. Want ik denk dat ze het niet fijn vinden dat je te laat bent bij je sollicitatie. Dat is nooit slim. Dus op het politiebureau heb ik een gesprek. En als ik zo op tap krijg, heb ik dat met DannyGame7. Dus je kunt je hem wel herinneren, hij heeft eerder ook een keer meegedaan in mijn video's als politieagent. Toen ik een aanklacht aan het indienen was. Ze heeft me super goed geholpen, ik vond een super vette politieagent. Blijkbaar is hij nu ook leidinggevende geworden. En dat vind ik, dat zei ik ook al, zeker waar, want hij doet hartstikke goed. Alleen Heratom staat nog boven hem. En volgens mij gaat hij mijn sollicitatie zo meteen doen. Ik ben gewoon benieuwd, ik ga gewoon vertellen wat ik wil. Ik ben gewoon benieuwd, weet je. Ik wil heel graag politieagent worden om de stad Mindtopia te verbeteren. En zelfs in het parlement te komen, om zo op een gegeven moment ook mijn cv bij te vullen. Want bankeigenaar, manager van de bank, staat natuurlijk goed. Maar niet voor de spelers. Maar als politieagent erbij komt te staan, heb ik echt een mooi cv. En dat is wat ik eigenlijk wil hebben en moet hebben. En ik ga gewoon kaart aan de bak als politieagent. Ik ga daadwerkelijk boeven oppakken. Want ja, ik wil gewoon alle boeven natuurlijk uit Mindtopia verdwijnen. Oké, we gaan gewoon kijken. Ik had gelijk, het is Danny. Hoi Danny. Hallo. Hey, ik ben een minuutje te vroeg, maar ik kom voor mijn sollicitatie. Ja. Beter te vroeg is te laat. Beter vroeg is te laat. Ah, het is nu precies 3 uur. En het gesprek is met jou, dacht ik al? Ja, met mij. Ach, gezellig, Danny. Nou, vorige keer... Heel goed, boekje weg. Moet ik eerst? Ik ga wel eerst. Dankjewel voor de gastvrijheid. Oh jeetje. Ja, hier was ik vorige keer ook, inderdaad. Gaan we naar jouw kantoortjes? Hier, denk ik? Ja. Ja, dit is Danny Games' kantoor. Dus even kijken, hoor. Deze stoel is prima. Zo. Nou goed, ik kom hier voor mijn sollicitatie. En ik heb er heel veel zin in. Ik ben benieuwd. Ja, nou, ik heb een paar vragen voor jou. Ja. En vraag nummer 1 is, ga je de stad beter maken als je politie bent en hoe? Ah,
dat is een hele goede vraag. Gaan we de stad beter maken, politieagent, en hoe? Ja, heel goed. Natuurlijk wil ik de stad beter maken. Ik ga boeven opsluiten. Ik weet de drugs rondgaande is. Dat heb ik van gehoord. En ik ga weer die boeven natuurlijk op te sluiten. En dat ga ik gewoon doen op mijn eigen manier natuurlijk. Ik ben best wel iemand met veel macht en veel uitstraling in de server. Mensen luisteren heel snel naar mij. Dat heb je vast wel meegekregen. Vast wel meegemaakt ook. Ja, soms. Ja, ik heb één keer jou geholpen inderdaad. Dat wat de mensen die aan de kant gaan voor je, die naar je luisteren. Zeg ik, yo, hartstens, Danny gaat praten. En toen was iedereen een keer stil. Dus ja, ik ga ze proberen om zo inderdaad te zorgen dat iedereen luistert naar de politie eigenlijk wel. Ja, dat is ook heel fijn als je zo, als mensen zo naar je luisteren. Ja. En waarom zou je eigenlijk politie willen zijn? Waarvoor zou je het doen? Waarom is ik het zou doen? Natuurlijk, ik wil dat er gewoon de stad een stuk veiliger is. En ik wil dat de politie ook serieus genomen wordt in Mindtopia. Je hebt het zelf meegemaakt inderdaad af en toe dat iemand zegt stoppen. En ze stoppen gewoon niet voor je. Dat heb je meegemaakt. Ja, net ook. Ik wou iemand aanhouden. Het is wel gelukt, maar ik wou me aanhouden. En toen ging zei die, Danny, ik heb iets grappigs. Oh. En toen sloot hij mij op in zijn winkel. Oh, maar natuurlijk, ik kan gewoon die dingen openrammen met stok. Tuurlijk. En toen heb ik aangehouden. Alleen, wat deed hij? Nou, vluchtte die snel weg. Ja, maar ik heb dat soort dingen, daar ga ik voor zorgen dat de politie gewoon serieus genomen wordt. Ik straal eenmaal gewoon orde uit, weet je. Mensen durven echt niet voor mij weg te rennen. Dan doen ze het wel, dan pakken we ze gewoon keihard aan, Danny. Jij en ik samen. Pakken ze gewoon keihard aan. En dat is gewoon voor veiligheid van Mindtopia. Dat is natuurlijk wat ik wil. Ja. Ja, ik ook. Gelukkig. En met een extra politie bij gaat het natuurlijk makkelijker. Ja, zeker weten. En hoe vaak, of hoe lang kun je eigenlijk politieagent zijn op een dag, ongeveer? Op een dag? Ja, sowieso ben ik altijd wel een paar uurtjes online natuurlijk. Ik ben heel veel in Mindtopia. Ik heb even kijken, /time heb ik nu 7 dagen, 5 uur en 6 minuten. Is niet niks, nee. Het is heel lang. Ik kan heel veel gewoon politietaken uitvoeren. Ik loop vaker rond. En ja, ik kan gewoon best wel pretty much een paar uur per dag online zijn als politieagent. Ja. Ja, nou, dat vind ik wel een goed initiatief. En zo, enzovoort. Dan vind ik het best wel een geslaagd gesprek. Zeker. En dan laat ik jou er vandoor gaan. Want ik heb nog meer mensen die moeten. Oh, mag ik weten wie nog meer wil gesolliciteerd hebben, of is dat geheim eigenlijk? De Hollander. Oh. Maarten Nels. Is dat, wacht even hoor, is dat die, Hollander, is dat niet Gino? Ja. Ja joh, oké, okay, als je hem serieus wil nemen, ik bedoel, hè, volgens mij is dit iemand ook wel eens weggerend voor, die ook wel eens weggerend voor de politie, maar oké, okay, ga verder. De Hollander, Maarten Nels. Wie? Maarten Els of zo. Maarten Els. Ik ken hem niet. Okay, hij, ja. Hij zegt, ik sta 1 dag op Mindtopia of zo, dus dat vind ik niet echt geschikt. Nee, hoe serieus zou je hem nemen? Weet eens de regels van Mindtopia. Maar oké, okay, ja, volgende. Ja. Steph Microsoft. Steph Microsoft, bedoelt degene die in een trollvideo toen had ingebroken bij mij in de Red Light District. Uiteindelijk was het wel een troll, maar dus inderdaad wel de criminele kant op ging. Maar oké, okay, ja, ga verder. Ja, en jij? En ik. Ah, oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat dit een goed gesprek was. Ik hoop van je te horen, Danny. Ja, ik ga doorgeven naar mijn baas. Ja, doe maar lekker bij Heraton. Ja. Helemaal goed. Ga je uit de achterdeur of de voordeur? Doe maar de voordeur, gewoon gezellig. Ah, hier is dat. Dankjewel, Danny. En we wensen nog een hele fijne dag, man. Ja, jij ook. Tot ziens. Tot ziens. Nou, dat is een kort gesprek. Kort maar krachtig. Sterke vragen, maar ja, ik ben niet zo bang voor vraagjes. Ik heb gewoon strakke antwoorden. En als ik zo de competitie beluister, ben ik wel echt overduidelijk de beste kandidaat. De andere kandidaten, zoals Gino, die is gewoon iemand die alles wegredt voor de politie. Er weinig is en mensen op de server mogen hem niet, want hij best wel vervelend kan zijn. Stef, misschien kan je hem herkennen van de DDC-troll. Hij heeft ingebroken bij mij toen in de Red Light District. Zonder twee keer te vragen had hij het gedaan voor Dion en Matthijs. Ja, het was wel een troll. Maar blijkbaar is hij zeg maar niet heel erg betrouwbaar. Dus als politieagent zou ik dat geen goede keuze natuurlijk vinden. Dan had je nog andere. Iemand in de Maarten. Ze kenden niet eens de server. Ze zitten enige op de server. Hoe de fuck moet hij weten hoe het in godsnaam werkt? Dat is ook natuurlijk geen gevaar eigenlijk. Als je hem aanneemt, zou ik het helemaal stom vinden. En ja, ik ben op zich wel een sterke kandidaat. Ik heb veel gedaan voor. Dus dat ik heb veel mensen geholpen. Ik heb natuurlijk gedaan wat ik moet doen. En ja, jullie weten heus wel dat ik natuurlijk een maffiabaas ben. En als ik bij de politie zit.
joh, ik kan niet zorgen dat ik mezelf heel sterk heb natuurlijk. En ik wil gewoon gaan voor een heel hoge positie in de politie. Ik wil echt gaan voor chef en uiteindelijk dus inderdaad de baas van de FBI in het echte parlement. Dus echt heel hoog in Cosmopolitan. Dat is waar ik op hoop, waar ik voor aim. Want dat is natuurlijk een hele vette baan. En ik ga serieus echt boeven oppakken. Want ik wil natuurlijk geen bendes die concurreren met mijn bende. Misschien die nieuwe generatie. Die hebben Samal bedreigd met de Blue Seeds. Ze hebben Lars bedreigd van de burgemeester. En ik ben bedreigd door ze. Ik ga ze dan op kunnen zoeken. Want dan heb ik eindelijk de middelen om ze echt op te zoeken. En dan ga ik ze gewoon keihard aanpakken. Ik heb natuurlijk laatst een Messenger Boy gewoon doodgeschoten. Maar dan ga ik ze echt keihard aanpakken. Gewoon afmaken die handel. En zorgen dat ze opgerold worden. Want ja, het is wel wat iets wat de politie moet gaan doen. Want de politie in Mindtopia wordt niet helemaal serieus genomen. Zoals inderdaad net heeft iemand voor de grap een politieagent opgesloten in hun huis. Dat kan bij mij eigenlijk niet door de beugel hoor. Zodra iemand van een crimineel eigenlijk dus. Of een grapje mij opsluit in hun winkel of in hun huis. Yo, die gasten gaan de gevangenis in. En die hebben pech. Wil je wegrennen? Prima. Leuk voor je het geprobeerd hebt. Zit je gewoon een week extra in die gevangenis. Het is gewoon korte metten. Politie is de baas in Mindtopia. Je hoort maar te luisteren. Anders komt er gewoon chaos. En er is heel veel ruimte voor criminaliteit. Want ik bedoel, ze hebben ook niet in het probleem geweest. Ik heb goed nagedacht. Er zijn genoeg agenten. Of genoeg boefjes en crimineeltjes. Die gewoon rondlopen. Mensen frauderen op de straten. Die gewoon nog steeds makkelijk vrij kunnen rondlopen. Dus dat is best wel stupid. Nou goed, hopelijk ga ik het worden. Word ik politieagent. Heb je hele vette verhalen natuurlijk weer als politieagent. Wordt heel erg leuk als ik politieagent ga worden. Ook in die andere steden zoals Cosmopolitan. Waar ik allemaal winkels ga openen. Dat kom je allemaal nog te horen. Want ik ben heel veel geld aan het sparen. Ik heb op het moment 722.000 euro op de bank. Dat houdt in dat ik daarna ook nog eens heel veel geld in mijn kist heb liggen. Zo'n 300.000. Ik denk dat ik ongeveer zo'n 1 miljoen euro heb of zo. Bijna een miljoentje. Daar ga ik investeren mee in de steden. Dat is hartstikke tof. En in ieder geval, ik ga lekker weer naar binnen toe. In mijn prachtige club die eigenlijk heel dicht is. Ik wil nog even een feestje weggeven hier ook. Lekker naar mijn schaatsman bovenop. Maar hier ga ik lekker afsluiten. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het vet. Hopelijk vinden jullie ook. Hopen jullie ook dat ik degene word die de politieagent wordt. Laat me even weten of je het vet zou vinden natuurlijk. Of bij de FBI gaan werken. Mensen, ik zie jullie graag in de volgende video. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken van deze video. Laat lekker een like achter om mij te steunen. En als je het heel erg leuk vond. Mensen, niet vergeten. Ik zie jullie graag in de volgende video. Laat het maar tot ziens en peace! Oh my, feels just like I don't...